Hi, mijn naam is Manisha en welkom bij Soul Station. Soul Station is een spiritueel gezondheidscentrum. Een plek voor verlichting en een plek waar jij thuis kan komen in je hart. Leven vanuit je hart. Soul Station combineert de reguliere zorg samen met de alternatieve zorg. Het is eigenlijk een overkoepeling van die twee. Wat Soul Station met je doet, is het brengt jou in contact met je eigen zelfhelend vermogen. Ik werk met je toe naar zelfrealisatie, dus het realiseren van wie ben ik nou eigenlijk? Waarom heb ik deze pijnklachten, gebroken hart? Ben ik verdwaald? Ben ik uitbalans? Heb ik deze negatieve gedachten? Ik ga ervan uit dat wanneer de balans verstoord wordt in het zelf, in het denken of in het lichaam, ontstaan er ziektes, ontstaat er pijn. Natuurlijk zijn er externe factoren, het verlies van iemand, relatiebreuken, ongelukken. Tuurlijk zijn er externe factoren waardoor er heel veel pijn ervaren wordt en lijden. Het lichaam werkt als volgt. Wanneer er heel veel stress is en heel veel druk, gaat het stresssysteem omhoog. Wanneer het stresssysteem omhoog gaat, komt heel veel alertheid in het systeem. Komen er heel veel gedachten. En deze gedachten zijn niet positief, deze gedachten zijn negatief. Bij Soul Station werken we met het verlagen van het stresssysteem. Dus met alles wat ik met je doe, is het verlagen van het stresssysteem, zodat jij in rust komt. Wanneer jij in rust komt, komen er ook andere gedachten. Dus er komen er meer positieve gedachten. Maar eigenlijk gaat het hart open. Het hart gaat open. Ik werk op 3 niveaus, lichaam, ziel en geest. Ik heb individuele sessies, trainingen, workshops, lezingen, retraites. In al die verschillende vormen werk ik op die 3 niveaus. En het bijzondere is dat ik altijd werk met het niveau van de ziel. Ik leer jou de signalen van je lichaam en de taal van de ziel, de taal van je hart. Ik leer jou wat je eigen lichaam jou vertelt. De spiritualiteit in Soul Station is eigenlijk ook haptonomisch. Ik verbind je met de zachtheid, de warmte, de liefde. Aandacht, ruimte, geborgenheid, veiligheid, vertrouwen, overgave. Je bent vaak gewend om in het leven alles vast te houden, de pijn, het verdriet. En je komt er niet los van, je komt niet los van die gedachten. Ik neem je mee terug. Alles, alle verhalen in je leven, dus je moet er eventjes doorheen. Ik neem je mee om alle energie te herplaatsen in de tijdlijn die er was. Daarnaast heb ik ook nog het vermogen om met een speciale techniek eventueel karma van vorige levens op te lossen. Energie die je bijdraagt die niet van jou is, kunnen we terugplaatsen. Oplossen vanuit het hogere zelf, vanuit die ziel. Werken met de quantum healing, het helende veld. We zijn zoveel meer dan alleen ons denken, alleen ons verhaal. En dat is wat ik je wil laten voelen. Ik werk met tempels en die tempel is eigenlijk het lichaam. Je altaar is je hart, je ziel. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Maar we plaatsen dus de energie terug, zodat jij vrijkomt in het hier en nu. Dat je vrijheid ervaart in je hart. Geen gevangenis, geen sloten op je hart. Wanneer het hart gebroken is, heelt het weer. De beste leermeester ben jij. Ik neem je dus mee met verschillende bewegingstechnieken, ademhalingstechnieken, meditatietechnieken, affirmaties, dus het denken. Het is een holistische manier van psychotherapie, haptonomie, yoga. Ik verbind verschillende tradities in één. Dit allemaal om jou op je pad te krijgen en het leven te leven waarvoor jij er bent. Dus niet je hele leven fysiotherapie. Niet je hele leven verbonden zijn aan ziekenhuizen, nee. Terugkomend in je eigen centrum, dat jij weet wat de juiste voeding voor jou is, de juiste beweging, de juiste mensen, de juiste plek, werkplek. Als jij je voedt met de juiste omgeving, als jij je voedt met de juiste kennis en wijsheid van binnen, dan heel jij, dan word je gezond, dan word je schoon. Maar daarvoor mag je luisteren naar het ritme van je hart. De taal van jouw innerlijke stem. En dat is de weg die ik met je meeneem in Soul Station. Soul Station. Station is eigenlijk je plek hier op aarde. En je ziel is hier, die leeft. Jij leeft. Ik
Ik neem je mee om plezier te maken, om te genieten, om los te komen van depressieve gedachten, de zwaarte van het leven, de drukte, de stress. Het oude systeem gaan we veranderen en we brengen een nieuw systeem hier in deze wereld met z'n allen. We gaan samenwerken vanuit liefde, vergeving, compassie en dankbaarheid. Vertrouwen. Mijn naam is Manisha. Ik neem je graag mee op deze reis in Soul Station. Ik zou heel graag veel meer vertellen, dus kom gauw bij een van mijn workshops, mijn lezingen, mijn trainingen. Mijn retraites in het buitenland, ze zijn heerlijk, ze zijn rustgevend. Je komt helemaal tot jezelf en we gaan de diepte in met je verhaal. Dus je mag me alles vertellen, ik luister naar je. Ik heb een team voor je klaarstaan met fantastisch eten. En ik voed jou op een manier waarin jij thuis kan komen bij jezelf. Heel veel liefs, Manisha, ik hoor je graag.